Je zit nu momenteel wel met duizenden mensen die dus nergens terecht kunnen. Hoe gaan we dat dan nu op dit moment oplossen? Vorig jaar zomer heerste er chaos in aanmeldcentrum Ter Apel. Het aantal asielzoekers steeg naar het hoogste aantal sinds 2015. Honderden asielzoekers moesten er verplicht buiten slapen omdat er niet genoeg opvangplekken waren. De reguliere opvang was ook niet groot genoeg. Noodopvang moest gezocht worden. Het kabinet stelde een spreidingswet voor om de opvang te verdelen. Op dit moment hebben bijna 60.000 personen recht op opvang bij het COA. Maar 10% daarvan, voor 10% daarvan is er geen plek. Dus zij zijn aangewezen op crisisnoodopvang van gemeenten. En ook deze week ging het weer mis. Voor het eerst sinds maanden sliepen er weer mensen op stoelen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De afgelopen jaren had Nederland de opvang van asielzoekers niet op orde. En de stelling luidt: een tijdelijke asielstop moet mogelijk zijn. En dan vraag ik aan de kandidaten om hun bordje te draaien en op rood op groen. En natuurlijk is er zo ruimte voor een nuance, voor een verdiepend gesprek. Maar er mag best aan het begin het even scherp worden gesteld. Hoop ik, Hein de Haas, dat dat oké is. En dan begin ik bij Ruben Brekelmans. Want jullie, de VVD, heeft in hun partijprogramma staan dat zo'n asielstop mogelijk moet zijn. Dan vraag ik me af, wanneer is dit dan inzetbaar? Of hoe zou dat dan werken? Nou, je ziet nu dat eigenlijk sinds corona in de afgelopen 2 jaar dat de asielinstroom naar Nederland hoog is. En dat die 1,5 keer zo hoog is dan daarvoor. En daardoor loopt het hele asielsysteem vast. Merken dat de IND kan niet genoeg mensen aannemen om al die asielaanvragen af te handelen. Het loopt vast als het gaat om opvangplekken en om woningen. We zien dat er gewoon niet genoeg sociale huurwoningen zijn om iedereen die een status krijgt om naar door te stromen. En als je kijkt naar specifieke beroepen, of het nou de zorg is, het onderwijs, sociale hulpverlening, dan zie je ook dat daar allerlei tekorten zijn. Wij vinden dat als je aan mensen humane opvang en fatsoenlijke opvang in Nederland moet geven, dat alleen kan als die aantallen omlaag gaan. Het lukt ons gewoon niet met de aantallen die er nu zijn. En toch nog even, op welk moment zouden we dat dan kunnen inzetten? Wat is het moment dat u denkt, ja, dan moet zo'n stop kunnen worden ingezet? Nou ja, kijk, ik vind niet dat je kunt zeggen dat is bij een bepaald getal. Of dat is, maar als je op een gegeven moment ziet dat de opvangcapaciteit structureel wordt overvraagd, dat er inderdaad mensen daardoor buiten slapen, dat er enorme wachttijden zijn, dan bieden de Europese regels nu geen enkele flexibiliteit. Dus of er nou 10, 50 of 100.000 asielzoekers naar Nederland komen, je moet precies hetzelfde moet je voor iedereen regelen. En dat lukt in de praktijk gewoon niet. Dus we hebben de regels op papier, maar in de praktijk voldoen we er niet aan. En ik zeg dat je in die Europese regels meer flexibiliteit zou moeten inbouwen. En dat als een land het niet aan kan, het wordt overvraagd, dat je dan een tijdelijke asielstop zou moeten kunnen doen. En mevrouw Pier, u heeft uw bordje op rood. Waarom is dit geen goed idee? Waar moet ik beginnen? U heeft ongeveer een halve minuut. Een halve minuut? Nee. Oké. Okay. Het is juridisch niet mogelijk, dus laten we inderdaad daar starten. Hè? Dus wat doe je dan met mensen die aankomen? Zeg je dan, nou, geen plek. Waar moeten die heen? Dus gewoon onuitvoerbaar. Ik snap de politieke wens vanuit de VVD, maar gewoon onuitvoerbaar. Ik denk onmenselijk. Ik hoor hier al heel veel zinnen waarbij de schuld wordt gelegd alsof het door migranten een druk is op de woningmarkt. Nou, dan hebben we een hele zorgen, discussie. Ik hoorde meneer Dekeman zeggen, er zijn zorgen over dat mensen zorgen hebben over de komst van migranten. Zeker. Ik heb vaker debatten met de heer Brekemans, dus ik weet wel ongeveer waar de zorgen van de VVD liggen. En dat vind ik gewoon echt een verkeerd frame. Maar het fundamenteel probleem wat wij hadden in Nederland de afgelopen 2 jaar is hoe we onze opvangsysteem gewoon compleet verwaarloosd hebben. Hoe bijvoorbeeld het COA gefinancierd werd vanuit de overheid per beslapen bed. Dus dat betekent dat het COA dus nooit extra bedden aanhield. Dus wanneer er een hogere instroom is, wat logisch was na corona, we meteen over moesten gaan naar crisisnoodopvangplekken. En ik denk, dat hebben we denk ik wel gemeen, dat we ons allemaal kapot schamen. Dat in een land als Nederland de helft van de mensen die hier nu heen komt op echt onfatsoenlijke manier of in een noodopvang of in een crisisnoodopvangplek wordt. Hij zegt dus we hebben een opvangcrisis en niet per se een asielcrisis. Zeker. Een korte reactie, ja?
Kijk, als je kijkt naar het aantal bedden... wat we in Nederland structureel verwacht hadden nodig te hebben... dan is dat altijd ongeveer 30.000 geweest. En daarvan kun je achteraf inderdaad zeggen... van, nou, is er in het verleden niet af en toe te snel afgeschaald... en hadden we niet iets meer buffer aan moeten houden. Dat ben ik met mevrouw Pieri eens. Alleen als we alle adviezen hadden gevolgd van Vluchtelingenwerk Nederland... en dat soort organisaties, dan hadden we nu 40.000 bedden gehad. Terwijl we aan het einde van het jaar hebben de 60.000 nodig. Als we niks aan de instroom doen, stijgt dat naar 80, naar 100, naar 120.000. En dat allemaal bovenop de 100.000 Oekraïners die naar Nederland zijn gekomen... en ook een plek nodig hebben. Want u zegt over het verleden... Ik wil toch even de staatssecretaris Van den Burg citeren. Hij zegt, als de capaciteit na de Syrië-crisis... toen in 2015 niet was afgebouwd, dus van de opvangcapaciteit... tot het niveau waarop we nu zitten, dan was er niks aan de hand geweest. Ja, dat is feitelijk is dat niet zo. Hij staat op plek 4 van de VVD-lijst. Ja, nee, maar toen wij in 2015-16... toen hebben we in hele korte tijd heel veel plekken moeten regelen voor Syriërs. En toen hebben we vakantieparken vrijgemaakt. We hebben hotels hebben we daarvoor gebruikt. Paviljoens tijdelijk neergezet. Je kunt niet 6-7 jaar lang een vakantiepark open houden of leeg houden eigenlijk, voor als er ooit asielzoekers komen. Dus er zijn toen een heleboel plekken die tijdelijk van aard waren, zijn tijdelijk ingezet. Sindsdien, als je kijkt in de afgelopen jaren, heeft het COA alleen maar geprobeerd om meer plekken te regelen. Heeft de IND geprobeerd om meer juristen aan te nemen. En zij zeggen allemaal, het is uiteindelijk niet het budget wat het grote bottleneck is. Het is een tekort aan mensen. We kunnen gewoon niet genoeg juristen vinden. En gemeenten die wilden niet. Het COA heeft heel vaak de vraag gesteld aan gemeenten van, willen jullie nog een keer 5.000, nog een keer 10.000 plekken regelen? En dan zijn er een aantal gemeenten die dat wel willen, maar uiteindelijk niet genoeg. U zegt, we hebben daar wel oplossingen voor. Ja, nou misschien heel even om te beginnen... want er worden heel veel cijfers aan de rechterkant gestrooid. En dat vind ik toch wel een beetje ingewikkeld. Want de heer Brekelmans zei één ding wat heel waar is. Hè? Wat hij zei is, het zijn er meer dan daarvoor. Nou, dat klopt. Maar de prognose voor dit jaar, die wordt aangehaald aan deze kant... die was 76.000. Maar we zitten nu op minder dan 45.000. Dus we zitten nog niet eens in de buurt van wat er wordt gezegd. En ik denk dat we met z'n allen moeten onderkennen... dat migratie altijd zijn ups en zijn downs zal kennen. En dat het dus belangrijk is om niet iedere keer helemaal in paniek te raken. Dus ik sluit me heel erg aan bij wat mevrouw Pieri net al zei... dat het gewoon belangrijk is om ons asielsysteem daar goed op in te richten. En als we het dan hebben over die gemeenten... Ja, dan hebben we vorige week, zeg ik het goed... hebben we 17 uur gedebatteerd over de spreidingswet... Een wet die ervoor gaat zorgen dat alle gemeenten een stukje van die opdracht krijgen. Dat we het eerlijk gaan verdelen. En u zegt ook die spreidingswet is een oplossing. Nou ja, dat is een oplossing. En wat nog meer? Nou, ik ga heel even mijn zin afmaken, want dat is een oplossing. Maar waar dan vervolgens de VVD van zegt... nee, maar dat vinden we een beetje ingewikkeld. Want dat kun je niet van gemeenten vragen. Nou ja, ik vind dat bizar, want dit was echt een paradigmaverschuiving... ten opzichte van misschien wel tientallen jaren waarop we dit niet hebben kunnen doen... Ja, ik vind dat heel erg jammer. Ik denk dat het hartstikke goed is om te zorgen... dat we natuurlijk wat meer grip krijgen op migratie. Dat we niet iedere keer in de stress raken als dat gebeurt. Dat begint bij ons eigen asielsysteem en bij die spreidingswet. Dat begint natuurlijk ook in Europa met onderling goede afspraken maken. En dat begint te zorgen dat mensen vanaf het begin af aan... op een goede manier mee kunnen doen. Want dat maakt ook dat mensen in de samenleving denken... nou, die horen er gewoon bij. We gaan straks nog specifiek naar de oplossing. Wil eerst nog even naar Alexander Hendricks. Ja, de spreidingswet, daar heeft de BBB uiteindelijk ook nee tegen gestemd. Toch, ja. Als ik het goed heb? Ja, precies. Terwijl mevrouw Pot zegt, dit was wel echt een van de oplossingen... om die opvang beter te verdelen. Het is natuurlijk niet houdbaar dat in Drenthe... de gemiddelde Drent 8 keer zoveel vluchtelingen opvangt... dan iemand in Zuid-Holland. Dat is op lange termijn niet houdbaar. Maar wat je doet met de spreidingswet... is in honderden dorpen en gemeenschappen in Nederland vragen... Wilt u, nou, dat zal dan van de cijfers moeten afhangen... maar 100, 120 vluchtelingen opnemen. En vervolgens zeggen die gemeenschappen tegen ons... de Rijksoverheid, de Tweede Kamer... dat willen wij wel doen, want Nederlanders fixen het wel. Maar wat doen jullie? Wat doet de overheid om de instroom te beperken? En wat de overheid nu doet om de instroom te beperken is niet genoeg. Dus er moet verantwoordelijkheid van twee kanten genomen worden. En we kunnen pas verantwoordelijkheid vragen van al die dorpen... van al die gemeenschappen als wij zelf... ook onze verantwoordelijkheid nemen. Maar u zegt niet, er moet meer opvang bij worden gebouwd. U zegt, er moeten gewoon minder mensen naar binnen komen. Ja, de instroom moet omlaag. Ja. Mevrouw Pieri, wat zijn nog meer oplossingen... behalve die spreidingswet om deze opvangcrisis dan tegen te gaan? Ja, als ik hier ook nog heel even op mag reageren. Want ik vond het een heel raar debat, zeg ik heel eerlijk, met de BBB. Die zegt op te willen komen voor de mensen in de regio. En het klopt...
In het noorden, in Groningen specifiek, worden verreweg de meeste vluchtelingen per hoofd van de bevolking opgevangen. Maar wat de BB eigenlijk heeft laten doen, is precies die Groningers in de steek gelaten. In Ter Apel, in de gemeente Westerwolde, van links tot rechts, al deze partijen in die gemeente, die vroegen de Tweede Kamer om één ding: kom alsjeblieft met die spreidingswet. Anders zijn wij degene die weer iedereen moeten opvangen. En wat de BBB op een bizarre manier... U bent eigenlijk gewoon tegen überhaupt een spreidingswet. Want volgens mij heeft Caroline van der Plas gezegd... ja, wij willen best spreiden, maar alleen tot 15.000 mensen. Ja, als we even weten dat de instroom... Als we weten dat de instroom in Nederland... nou, volgens mij geen enkel jaar onder de 25.000 zat... dat we op vrijwillige basis... hebben we 30.000 plekken, dan zegt u toch eigenlijk... wij willen eigenlijk op geen enkele manier een spreidingswet. Dus laat die mensen in het noorden maar lekker zakken. Mevrouw Pieren zegt eigenlijk... de mensen in het noorden wilden zelf ook die spreidingswet. De burgemeester van Ter Apel, citeer ik hier even... van de VVD, Koen Schuiling, die heeft gezegd... we horen te lang vanuit het kabinet, we gaan het samen oplossen. Er zouden extra aanmeldcentra komen, extra opvanglocaties, maar die zijn er niet. Het kabinet moet niet alleen beloften doen en de onrust vergroten, maar afdwingen dat alle gemeentes een aandeel leveren. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, je hebt de reden dat heel veel gemeenten in Nederland nu niet willen opvangen, is juist omdat ze Ter Apel zien en wat daar gebeurt. En als je vervolgens niet de instroom beperkt en geen limiet zet op de instroom, bij ons is dat 15.000... andere partijen kunnen daar andere mening over hebben, dan loop je het risico, en daar zijn al die gemeentes bang voor, dat hun gemeente ook zoals Ter Apel hoort. Dus bij die deal hoort instroom beperken en spreiden. En als je een van de twee niet doet, dan kom je er niet uit. En ik zit toch even met, want er zijn verschillen over cijfers en ook duidelijk over die opvang of die instroom, maar je zit nu momenteel wel met duizenden mensen die dus nergens terecht kunnen. Hoe gaan we dat dan nu op dit moment oplossen? Dus hoe ziet u dat? Dus u noemt een lange termijn van die instroom beperken, dat asielbesluit, die asielstop, maar dat hangt weer samen met allerlei verdragen. Wat kunnen we morgen doen? Kijk, dat moet sowieso op basis van vrijwilligheid. Kijk, ook als we de spreidingswet nu hadden gehad, die had op zijn vroegst, had hij pas over een jaar echt het effect gehad dat je een gemeente kon verplichten. En misschien dat er dan een aantal gemeenten hadden gezegd van, nou, we doen het wel, want we zien die wet eraan te komen. Maar je had nog steeds een tekort gehad van tienduizenden plekken die op basis van vrijwilligheid geregeld moeten worden. Kijk, en waar het om gaat, kijk, ik denk dat wij allemaal voor betere spreiding zijn. Het valt niet uit te leggen dat er in Groningen en in Drenthe dat er meer wordt opgevangen dan in de rest van het land. De vraag is, als een gemeente zegt, wij doen al heel veel aan opvang van Oekraïners, wij kunnen nauwelijks iets bouwen, want er zijn geen locaties beschikbaar. Mensen in ons dorp die hebben een wachtlijst van 18, soms wel meer jaar op sociale huurwoningen. En we kunnen het er nu niet bij hebben dat er ook honderden asielzoekers bij komen. Als je dan zo'n gemeente vanuit de Rijksoverheid toch wil verplichten en dwingen, dan vind ik ook dat je daarbij een oplossing moet aanreiken. Maar toch, wat moeten we dan morgen doen? Want staatssecretaris Van den Burg zegt, hij heeft een noodoproep gedaan, ik heb nu 8000 plekken nodig. Mm-hmm. Dus ik begrijp dat u bijvoorbeeld zegt, op de lange termijn moet die instroom. Maar wat moet er morgen gebeuren om die mensen een plek te geven? Zodat je niet weer voor de zomer wil dat iedereen buiten gaat slapen. Ongeacht of je spreidingswet had of niet, op de korte termijn het enige wat je nu kunt doen is, net als wat Erik van den Burg nu doet, op basis van vrijwilligheid en met heel veel creativiteit zorgen dat er fatsoenlijke opvangplekken geregeld worden. En dat is heel ingewikkeld. Mm-hmm. Mevrouw Pot? Nou ja, ik denk dat de heer Brekelmans er gewoon naast zit. Ik heb het COA nog gesproken, net voordat we de spreidingswet gingen behandelen. En zij geven heel duidelijk aan, het feit dat die spreidingswet eraan komt, is voor heel veel gemeenten gewoon de reden om nu te zeggen, nou, weet je, dan ga ik het nu maar vast doen. Want dan sta ik in ieder geval vooraan in de rij. En dan kan ik misschien nog een beetje praten met de staatssecretaris wat ik daar voor mijn dorp of voor mijn gemeente uit wil halen. Snap ik het niet helemaal. Want u zegt, de gemeentes willen geen dwang. En u zegt, ze willen dit juist. Dus nee, waar het om gaat, is dat we het heel erg veel hebben hier over al die gemeenten die, mm-hmm, of over een aantal gemeenten die dit eigenlijk liever niet willen en die heel moeilijk doen. Die komen ook altijd in de media. En dan heb je een aantal gemeenten die altijd heel erg veel doen. Hè? Daar hebben we het ook veel over. Maar het grote gros van de gemeenten in Nederland wil best wel wat doen. Alleen die zeggen, ja, ik wil wel wat doen als het een beetje redelijk kan. Als het kleinschalig kan. Als de buurman ook wat doet. Als ik een klein beetje van tevoren word geïnformeerd. Dat zijn de dingen die gemeenten graag willen. Dat kunnen we ze geven via die spreidingswet. Dus ik denk niet dat we het zo vaak moeten hebben over, oh, dan gaan we allerlei dwang opleggen. Tuurlijk, dat zit er ook in. Als je echt helemaal niks doet, ja, dan zit dat erin. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat die wet ook niet over.
En ik wil ook even los van de opvangcentra naar de capaciteit van de IND. Want die zitten ook vast. Mevrouw Pieri in mei zei, directeur van de IND, Rodia Maas. We moeten niet meer aansturen op groei van de IND, want dat is gewoon geen duurzame oplossing. En we moeten accepteren dat de IND niet mee kan bewegen met dat fluctuerend aantal aanvragen. Waarbij ze eigenlijk mee bedoelt van je kan wel meer geld aan ons geven, maar die meer medewerkers, je kan niet steeds meer medewerkers hebben die zich aanpassen aan die hoeveelheid van de instroom. Hoe ziet u dat? Nou, ik moet lachen, want ik zie de heer Brekelman zo. Maar het grappige is, als u de rest van het interview zou voorlezen, zou ik de heer Brekelman zo zien staan. Ook dat. Maar toch even dit punt, want, omdat er heel vaak wordt gezegd, meer geld naar de IND. Maar mevrouw zegt, dat gaat gewoon niet. We kunnen gewoon zeker niet groeien. Zeker, maar ik heb het interview heel goed gelezen. En ze heeft heel veel punten gemaakt wat volgens haar moet veranderen. En met heel veel van die punten was ik het ook eens. Kijk, een van die dingen was, als iemand uit, hoe nauwkeurig moet je een asielverhaal van mensen beoordelen? He, bijvoorbeeld met iemand uit Syrië komt hierheen, krijgt asiel. Moet je dan, heeft recht op gezinshereniging, moet je al die individuele zaken dan, ook van de echtgenoot, of ook van de, moet je dat helemaal gaan beoordelen? Of moet je gewoon kunnen aannemen dat diegene ook gewoon recht heeft op asiel? Daarvan zegt de VVD, heeft er ook nog moties ingediend. Nee, we willen niet dat jullie opeens mensen niet individueel alsnog heel streng gaan beoordelen. Terwijl de IND zelf zegt, in 99% van die gevallen doen wij werk waarbij blijkt dat diegene gewoon recht had op asiel. Misschien kunnen we dat soort systemen versoepelen. Hartelijk mee eens. Maar dat past niet in het frame van de VVD. Ja. Dus zij hebben dat tegengehouden. Het woord frame en zo. We zijn bezig om een heel ingewikkeld probleem. Dat proberen we op te lossen. En op het moment dat bent u heel erg in geslaagd. Op het moment dat je tegen Syrië zegt, Nederland is het enige land in Europa waar wij maar half gaan toetsen. Mm-hmm. Waarbij je alleen maar een formuliertje hoeft in te vullen en dan krijg je een verblijfsvergunning. Dan is de kans dat er nog meer Syriërs zullen zeggen, wij kiezen voor Nederland en niet voor Duitsland of een ander land, is heel groot. Dus dan kan de IND zeggen, het werk is klaar. En vervolgens ligt het probleem bij het COA, ligt het probleem in de gemeente, ligt het probleem bij al die andere medewerkers die dan iets met die gezinnen moeten. Dus we moeten volgens mij niet gaan inkorten op een zorgvuldige asielprocedure. Laten we alsjeblieft wel blijven testen of dat iemand daadwerkelijk recht heeft op asiel en ook geen gevaar vormt voor de samenleving. We hebben deze dat week nog een voorbeeld gehad bij van iemand die een terroristenverleden had. Mm-hmm. En het is ook zo, mocht een land weer veilig worden straks, dan wil je diegene ook weer kunnen terugsturen, omdat er dan weer plek vrijkomt voor iemand anders. Die over frames gesproken. En dat kan, dat kan alleen op het moment dat je dat echt getoetst hebt. Dit is echt wel een beetje erg dat dit voorbeeld wordt aangehaald. Want ook op het moment dat mensen schriftelijk worden gehoord, worden deze mensen er gewoon uitgehaald. Het is niet voor niets dat mevrouw Pieri zegt 99%. Nee, het is heel flauw om dit erbij te halen, want dat is gewoon niet aan de hand. Dat zou ook niet, dat, weet je, die mevrouw was ook niet, want die mevrouw is waarschijnlijk helemaal niet schriftelijk gehoord. Dus dat is er ook niet, had je er ook niet uitgehaald op het moment dat. Mevrouw Potten, zit op dit dus moment is, zitten nee. er honderden mensen in de opvang die niet de nationale veiligheidstoets hebben gehad, omdat het in Ter Apel vol zit. Ja, zeker. Dus de zorgvuldige procedure die je wil doorlopen, namelijk in de eerste dagen toetsen op, is iemand een risico voor de nationale veiligheid? En daarna, later in het proces, heeft iemand daadwerkelijk recht op asiel? Ja. Is dit echt een Syrië bijvoorbeeld? Is het niet iemand die uit een ander land komt en zich voordoet als Syrië? Nee. Daarvoor heb je een zorgvuldige asielprocedure nodig. Nee, nu moet u niet net doen of de asielprocedure minder zorgvuldig wordt als de IND krijgt waar zij om vraagt. Namelijk de mogelijkheid om in die gevallen waarvan zij gewoon eigenlijk al 100% zeker weten dat die mensen gewoon mogen blijven, dat daar niks aan de hand is, dat zij gewoon een paar stappen in het proces mogen overslaan. Laten we ze dat geven. We zeggen aan alle kanten dat we beter naar de uitvoering gaan luisteren. En op dit moment zegt de VVD iedere keer weer, nee, dit kan niet. Ik denk dat er nog zo'n voorbeeld is. Naar Alexander Hendricks. Ik luister hiernaar. Hè. We praten over hetzelfde onderwerp, maar de komen andere cijfers, andere meningen. Tegelijkertijd zitten we wel met een groep die plek nodig heeft, met een IND die zegt we zijn overbelast met wat we allemaal niet willen, mensen die buiten slapen. En we hebben het natuurlijk nu over die politieke verschillen, maar je moet ook op een gegeven moment samen beleid maken. Waar is hier nou ruimte voor? Waar komt dit samen en hoe komen we dan wel tot een oplossing? Kijk, we hebben het elke keer over ja, en morgen dan en volgende week dan. Maar je moet echt naar lang termijn kijken. Er zijn wel mensen die nu een plek nodig hebben. Ja, maar als je elke keer kijkt naar morgen, dan kijk je nooit naar over 5 jaar. En je moet als Nederland kijken, wat kan Nederland aan? Wat kunnen gemeenschappen in Nederland aan? Wat is draagbaar?
En daar moet je echt gewoon op een gegeven moment een getal noemen. Wij noemen getal, wij zeggen 15.000 is in Nederland draagbaar en haalbaar. Dat zou de IND ook prima aankunnen. Het is prima als andere partijen een ander getal noemen. Maar noem dan een getal en dan kan je daar op richten. Als je in het lange termijn is duidelijk. Mag ik dan toch even weten wat er wel op korte termijn wel kan gebeuren, ook nog. Dus los even van die stip aan de horizon. Op dit moment slaapt er niemand in een tentje voor Ter Apel. Dus dat is fijn. Maar om dat te voorkomen, dat kan natuurlijk wel. Van wat zou er nou wel kunnen worden gedaan om dat te voorkomen? Ja, dus de instroom omlaag. Want op dit moment is het niet zo. En om te voorkomen dat het in de toekomst wel zo is, moet je zorgen dat je nooit genoeg instroom krijgt dat je boven die capaciteit uitkomt. Oh god, de tijd. Oké, nog even snel. Nou ja, ik ben dan wel benieuwd, want inderdaad, BBB noemt vaak dat getal van die 15.000. Hè? Ja. En dan ben ik dus heel erg benieuwd, want dan hebben we op een gegeven moment 15.000 mensen, die zijn er dan. En dan komen 15.001 en 15.002, en dat zijn dan een Iraanse moeder met de dochter, en die kloppen aan de poort van Nederland. En dan doet Alexander, die doet de deur open. Oké, wat doen we daarmee? Wat doen we daarmee? Op de korte termijn en je hebt de lange termijn. Er is nu in Europa een akkoord bereikt. Nog niet. Het akkoord is bereikt. Het moet juridisch nog ingeleid worden. Dus dat duurt nog wel even voordat dat staat. En vanaf dat moment zou je ook asielzoekers kunnen afkopen. Nee, dat is gewoon niet waar. Aan de rest van de Europese gemeenschap. En op de korte termijn. Het is duidelijk dat als je zo'n asielquotum wil hebben, dat er in Europa en internationaal regels moeten veranderen. Ja, want dat raakt ook meteen aan het VN-vluchtelingenverdrag waar wij in zitten. Ik heb begrepen dat als je die instroom echt zo wil beperken, dan zou je daaruit moeten stappen. En dat kan dan eigenlijk alleen maar als het een nexit wordt, als ik het goed heb. Omdat we al zo vastzitten in allerlei andere verdragen. Is dat dan iets waar we op uitkomen? Nou, als je uit het VN-vluchtelingenverdrag, is het natuurlijk niet Europa, maar er is een heel systeem van verdragen. Ja. Waar je flink in moet wijzigen. Ik denk ook dat in Europa echt een coalitie van landen te vinden is. Voor een nieuwe regering om daar echt aan te werken. Om dat gezamenlijk nieuwe verdrag. En vindt u dat ook, meneer Brekelmans, om eigenlijk uit dat VN-vluchtelingenverdrag te gaan stappen? Dat heeft niet veel effect. Daar ben ik geen voorstander van. Ik zou het wel goed vinden als dat wordt gemoderniseerd, bij de tijd gebracht. Maar dat moet je dan met heel veel landen doen, dus dat is heel moeilijk. Kijk, ik wil wel even één ding corrigeren, want anders dan gaat de professor dat zo meteen doen. Ja. Kijk, die Europese afspraken die er liggen. Straks dan wordt er een groep, een deel van de asielzoekers kan worden verdeeld over Europa. En dan kun je als land kun je zeggen van nou, ik doe aan die herverdeling, doe ik niet volledig mee. Ik betaal. Ik betaal. Ja. Maar wat je niet kunt zeggen is, iedere asielzoeker die zich in Ter Apel meldt, daar leg ik een zak geld neer en dan ben ik er vanaf. Dus het beeld dat BBB schetst van nou, we zetten dat getal van 15.000 en alles daarboven gooien we geld in een grote pot. Ja, dat klopt gewoon echt niet. Dus dan vind ik ook, als die onderbouwing van die 15.000 niet klopt, dan vind ik ook, ja, dan moet je ook een stevig en rond verhaal hebben hoe je dat voor elkaar krijgt.